Hoi, mijn naam is Rick en welkom bij deze aflevering van Skill. En vandaag deel 2 van Klein Plan. We gaan het vandaag hebben over de pionnenstructuur. Zoals in de video van vorige week al aangekondigd, is Klein Plan bij deze ratingsterkte een 3-luik. Klein Plan is datgene waar je naar op zoek moet als je alles wat we voor vorige aflevering hebben behandeld niet kan vinden. Om op deze manier jouw stelling een heel klein beetje beter te maken, of die van je tegenstander een heel klein beetje slechter. Vorige week hebben we het daarin gehad over de activiteit van stukken. En vandaag gaan we het dus hebben over de pionnenstructuur. Dubbelpionnen zijn over het algemeen een zwakte. Daarom kan een dubbelpion toebrengen, voorkomen of oplossen een goed plan zijn bij dit klein plan. We gaan even kijken naar een aantal voorbeelden. In deze situatie, als zwart aanzet is, zien we dat zwart aan de linkerkant op de A-lijn een dubbelpion heeft. Deze kan zwart oplossen door met zijn paard naar B5 te gaan. Omdat zwart hier nu een dubbele aanval uitvoert, kan wit niet heel veel anders dan met het paard terugslaan op B5, waarna zwart de dubbelpion op kan heffen door met A keer B5 te slaan. Hier zagen we dus een mooi klein plan voor zwart om zijn stelling een heel klein beetje te verbeteren. In deze situatie zien we bijvoorbeeld bovenin dat zwart op 3 manieren terug kan slaan. Hij kan met het paard slaan, met de F-pion of met de H-pion. Zwart kan hier er het beste voor opteren om met het paard terug te slaan. Hiermee voorkomt hij een dubbelpion. Onthoud hierbij dat op het moment dat een stuk slecht komt te staan, dat je dit vaak binnen een paar zetten weer op kan lossen. Terwijl als je met een pion slecht komt te staan, dat dit vaak tot permanente schade leidt. Een best wel goed schaker zei ooit tegen mij: een stuk kan je altijd terugzetten naar het veld waar het vandaan komt, een pion niet meer. Dus vandaar dat op het moment dat je kan slaan met een stuk, dit vaak beter is dan op het moment dat je dat met een pion doet die jou een dubbelpion oplevert. Dat moet je dus goed in elke situatie afwegen. En als het in jouw stelling dan voorkomt dat je toch een dubbelpion krijgt, sla dan altijd van buiten naar binnen. Dus altijd van de rand naar het centrum. Of in ieder geval bijna altijd. In deze situatie doet wit er dan dus ook verstandig aan om met de H-pion op G3 te slaan. Maar let op, dit zijn algemene uitgangsprincipes. Soms wegen de voordelen van het dubbelpion op tegen de nadelen. Op het moment dat zwart hier namelijk slaat op E3 en wit terugslaat, heeft wit een extra pion in het centrum. Deze pion kijkt alvast naar een centrumveld en zorgt er ook voor dat wit met de pion van D3 door kan schuiven. In deze situatie weegt de dubbelpion van wit redelijk op tegen de nadelen. Dan zijn er nog twee andere dingen van belang. Het eerste ding wat ik nog wil behandelen is het duo van pionnen. In deze situatie zien we bijvoorbeeld dat wit een duo pion heeft. Op het moment dat deze naast elkaar staan, zijn zij het sterkst. Zij nemen namelijk 4 velden af van de vijand. Zo kan ook de zwarte koning hier niet naartoe lopen. Op het moment dat we 1 van beide pionnen naar voren schuiven, zien we dat deze nog maar met z'n tweeën 3 velden afnemen. En er komen een aantal zwaktes die je verdedigend op moet zien te lossen. In deze situatie is het doorschuiven van de pion dus niet de sterkste zet die wit voor ogen heeft. Wit kan beter koning naar E3 spelen om zijn duo van pionnen in stand te houden en alsnog de pion op D4 te verdedigen. Als allerlaatste is het groepjes stellen heel erg van belang. In deze situatie zien we bijvoorbeeld dat zwart 2 groepen pionnen heeft. Op het moment dat zwart dan dus slaat met de pion op de F-lijn en daarmee wel schaak geeft, kan wit hier bijvoorbeeld heel simpel uitlopen. En heeft zwart in één keer 3 groepjes pionnen en wit maar 2 aan de andere kant. Dat we dus al eerder hadden behandeld dat je beter van buiten naar binnen kan slaan. Dat daar dus ook bij komt dat weer zwart dan minder groepjes pionnen overhoudt in deze situatie. Dus zwart kan beter met de H-pion het paard op G6 slaan. Met al deze ideeën in het achterhoofd moet je je daarom bij dit klein plan de volgende zaken afvragen. Zie ik echt geen stukwinst of een matmogelijkheid? Kan ik een dubbelpion voorkomen of oplossen? Kan ik mijn tegenstander een dubbelpion toebrengen? Kan ik mijn aantal groepjes niet vergroten of kleiner maken? En als laatste, kan ik een pionnenduo in stand houden of voor elkaar krijgen? Met al deze tips gaan we naar het eerste voorbeeld van vandaag. In deze stelling is wit aanzet en je krijgt van mij weer 5 seconden om je video op pauze te zetten
en op zoek te gaan naar de oplossing. De bulletschakers zullen hier ongetwijfeld vrij direct hebben gekozen voor D keer C5. Dit levert in eerste instantie een pion op. Maar hier krijgen we dan in één keer dat wit wel geteld 4 groepjes pionnen overhoudt. En zwart middels toren naar C7 ook vrij makkelijk de pion gaat terugwinnen. Dus dat is niet de oplossing waar we naar op zoek zijn. De beste oplossing in deze situatie is het aantal groepjes gelijk houden en je pionnenduo in stand houden. In deze stelling zijn we dus op zoek naar koning naar E3. Hier combineren we dus een aantal van de doelen in het klein plan met de pionnenstructuur. Wat ik al eerder aangaf, we behouden het aantal groepjes gelijk en we zorgen ervoor dat dit pionnenduo in stand blijft. Nu je met dat eerste voorbeeld eventjes hebt kunnen oefenen, gaan we door naar het tweede voorbeeld van vandaag. Ook in deze situatie is wit aan zet en je krijgt weer 5 seconden. Dit is een klein beetje een insteek. Uiteraard willen we met de dame op F3 slaan. Maar we kunnen hier 2 keer een klein plan combineren. Wit moet dus eerst met de loper op C6 slaan. Hiermee geeft het schaak en zwart moet dit schaak dus eerst oplossen voordat het de dame kan slaan. De enige manier om geen stuk te verliezen voor zwart is de loper op C6 terugslaan. Waarna wit dan met de dame op F3 kan slaan. Hiermee hebben we een dubbel pion bij onszelf voorkomen. Maar hebben we de zwart ook nog eens eentje opgeleverd. Dus houd daar altijd rekening mee dat je ook bij een klein plan zaken kan combineren. Ook bij het klein plan met de pionnenstructuur kunnen er signalen zijn dat dit in jouw stelling kan zitten. Je kan geen materiaal winnen of geen mat geven of dreigen. Je kan je tegenstander een dubbel pion toebrengen. Je kan een dubbel pion bij jezelf voorkomen of oplossen. Je kan je aantal groepjes pionnen hetzelfde houden of verkleinen. En je kan een duo van pionnen behouden of verkrijgen. Samengevat hebben we het volgende behandeld in deze aflevering. We hebben het over het tweede idee binnen het klein plan behandeld, de pionnenstructuur. We hebben behandeld waar je naar op zoek moet om dit succesvol toe te kunnen passen. En tot slot hebben we de signalen behandeld dat dit in jouw stelling kan zitten. Aan het eind van deze aflevering komt weer een opgave in beeld die je zelf kan proberen op te lossen. Daarnaast zullen in de beschrijving de pagina's van de stappenboekjes worden genoemd waar je dit onderwerp verder zelf kan oefenen. Helaas zal er geen link naar een website staan, omdat ik geen website heb kunnen vinden waar je dit onderwerp als aparte oefenvorm kan behandelen. Zet tot slot het antwoord van de opgave die in beeld verschijnt in de comments en ik zal aangeven of je oplossing juist is, of je anders tips geven om de opgave wel goed op te kunnen lossen. En mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering of naar aanleiding van de slotstelling, dan mag je deze ook in de comments zetten en dan zal ik deze ook uiteraard voor je beantwoorden. En sowieso, werk aan je skills en tot volgende week.